Hoi allemaal! Vandaag is weer tijd voor mijn opgemaakte producten van de afgelopen maand van mei. Mei, 30 mei is was. Ik weet niet precies of die nou net ervoor of net erna online komt, maar Niels een half jaar. Yay! Goed, dat terzijde. Ik heb een aantal opgemaakte producten en die ga ik weer aan je laten zien. Als eerste het André Lon zomerblond, iedere dag 1 minuut masker. Ik hou van deze 1 minuut maskers van André Lon. Ik had de zomerblond nog nooit geprobeerd, dus ik dacht die probeer ik ook een keer. Dit is een voedend masker, speciaal voor blond haar. Het licht het verder niet op ofzo. Ik weet niet precies wat er nou... even kijken hoor, je blonde haar weer heerlijk verzorgd en krijgt natuurlijke zomerse glans. Nou, het hele jaar door het effect van de zon in je haar. Nou, dat heb ik er niet helemaal uitgehaald, maar ik vind het wel gewoon altijd fijne maskertjes. En zo ook deze weer. Ik vind nog wel steeds die de Care and Repair volgens mij. En die Oil and Hupplepup, die vind ik nog steeds wel fijner. Maar goed, deze is ook prima. Dan mijn favoriete dagcreme, de Olaus Total Effect 7-in-1. Oh, dit is de nachtvariant. De nachtcreme is heel gek. De dagcreme hebben ze zonder parfum. De nachtcreme niet. Nou ja, goed. Zonder parfum is eigenlijk beter. Maar goed, voor de nacht gebruik ik deze. En die vind ik heel fijn. Zo, dat was kort en krachtig. Dan dit product van Earthline. Earthline Organic Natural Skincare. Dit is het Vitamine E Anticellulite Contour Gel. De Vitamine E Anticellulite Contour Gel. En dit zou ervoor zorgen dat je cellulite vermindert. Staat voor centimeters minder in omvang. Gladde huid in topconditie plus een gevoel van voldoening over uw figuur. Nou, dat is niet helemaal gelukt. Het is verder prima, maar ik vind hem niet zo fijn als die van Vichy. Dus ik denk toch dat ik daar weer voor ga. Ik vond ook de geur vrij sterk. Het is natuurlijk een natuurlijk product. Maar het ruikt heel erg. Het ruikt een beetje naar sauna. Maar zeg maar, wat ik op zich wel lekker vind. Maar mijn geurtjes zeg maar, zijn best wel zoet. En ik draag dit overdag. Zoet en bloemig. Dus dan is het een beetje een gekke combinatie. Maar ik vond verder de ik vind het niet echt een gel trouwens. Ik vind het meer een crème. Vond ik verder wel oké. Alleen, nou, de beloftes. Nee. Dan. Mijn favoriete shampoo, die heb je al 100.000 miljoen keer voorbij zien komen in mijn favoriete. En dat is de John Frieda Sheer Blonde Highlight Activating Volumizing Shampoo. En dit is voor Brightens All Range of Blonde Tones. Verheldert alle blonde nuances. Dit is met zonnebloem en witte thee. En deze vind ik wel echt dat hij je haar zeg maar echt opfrist, ook qua kleur. Oh, wacht, Niels wordt even wakker. Ik moet even zo'n speentje erin doen. Oké, waar was ik gebleven? Deze shampoo in ieder geval. En deze vind ik dus wel echt wat doen voor je blonde haar. Blond haar wordt snel vies, zeg maar qua kleur ook. Dit is mijn natuurlijke haarkleur. En nou ja, met de zomer begint nu alweer lichter te worden, zeg maar. Met de winter wordt het donkerder. Maar het is zeg maar, ik kan nu best wel lang zonder wassen. Een dag of 3-4. Maar je ziet het echt wel aan mijn haarkleur. Blond haar wordt gewoon zeg maar vies omdat er vuil op komt. En dat zie je bij bruin haar niet echt, maar bij blond haar wel. Dus, en ik vind dat deze dat het wel mooi, ja, weer mooi blond maakt. Dan, deze heb je ook al heel vaak gezien. Dit is de Dove Summer Glow Voedende Lotion. En dit is de voor medium tot donkere huid. Heb ik natuurlijk totaal niet, maar deze vind ik beter werken dan die voor de lichte huid. Dit is een zelfbruinende body lotion. Ze is wat milder dan een gewone zelfbruinende spray bijvoorbeeld of mousse. Deze bruint echt heel geleidelijk. Ik heb nu heb ik hem ook gebruikt. En ja, weet je, ja goed, ik heb nu niet echt een vergelijking met zeg maar, hoe het er zonder uitziet. Maar ja, dit is echt gewoon een heel fijn product. Het ruikt ook iets minder heftig dan een... Echt een zelfbruinende mousse of spray of zo. Dus vind ik heel fijn. En ik gebruik vaak voor mijn benen wel een heftige. En deze gebruik ik meer zo van, oké, ik heb nog niet echt zon gehad. Maar ik ga nu wel een t-shirt aandoen. Dan doe ik deze een beetje op. Het enige nadeel vind ik, en dat is de hele tijd. Ik heb dit gebruik echt al jaren. Je krijgt het onderste beetje er gewoon niet uit met deze fles. Ik heb geen idee waarom. Ik kan hem jaren op zijn kop laten staan. Maar in een van de redenen lukt het nooit. Dus don't know. Dan was mijn Clairsonic weer toe aan een nieuw borsteltje. Je moet dat eigenlijk elke 3 maanden doen, schijnt.
Dat doe ik niet. Ik doe het 1 keer in het half jaar, denk ik. Ik was hem wel altijd na gebruik sowieso. En af en toe was ik hem grondiger met baby shampoo. Maar goed, af en toe denk ik, oké, nu wordt het echt een beetje smoetsig. Nu is het tijd. Dus zo ook nu. Dan handzeep, de Crisp Harmony handzeep van de HEMA. Zie je ook heel vaak voorbij komen. Nu veel vaker dan zonder nails, want we wassen nu vaker onze handen. Dan de Sensodyne Repair and Protect en dan de whitening variant. Hier heb ik kleine miscalculaties gemaakt. Ik heb altijd de Sensodyne whitening, vind ik fantastisch. Maar dit is de Repair and Protect whitening. En meh, die vind ik toch iets minder. Maar een van de redenen heb ik het gevoel dat mijn tanden er minder wit van worden. Ik heb het gevoel dat ik heb heel gevoelige tandhalzen, opgetrokken tandhalzen. En daar helpt mijn Sensodyne heel goed tegen en ook bescherming tegen aften. En ik vind dat deze dat minder doet, terwijl die wel Repair and Protect heet. Dus ik hoop dat ik heb echt hier een 4-pak of zo van. Dus ik hoop echt dat ik daarna, als ik dat snel op heb, dat ik dan weer gewoon hou vertrouwen. Dan twee spulletjes van, oh, dat is dezelfde denk ik, van Unani. En dat is een helemaal natuurlijk merk. En even kijken hoor. Hier zit weinig ellende zeg maar in. En dit is de Absolute Day Care en dit is de Absolute Care Cream. Ik denk dat het niet heel veel verschilt. Gewoon een kleine en een grote. Zat ooit een keer in een glossy box, duty box, hoe het dan ook heet mogen. Maar deze heeft Sven vooral gebruikt, maar hij vindt ze volgens mij wel fijn. Ook van Sven nog de Nivea Sensitive Toestel en de Nivea Sensitive Deo. Dat was het. En dat is het. Dat is eigenlijk alles wat ik heb opgemaakt afgelopen maand. Niet heel veel, niet heel weinig. Gewoon een beetje gemiddeld, denk ik. Ik ben heel benieuwd wat jouw favoriete zelfbruinende product is. Want dit is een van mijn favorieten. En verder de L'Oreal spray. Alhoewel die nu wel vernieuwd zijn. Ik daar iets minder enthousiast over ben. Nee, de Amber Solaire. Dat is hem volgens mij. Is dat, zeg ik dat goed? Garnier. Ja, die van Garnier. Die vind ik heel fijn. Maar die zag ik laatst niet meer staan. Dus ik hoop niet dat die weg is. Ik heb dus nu die van L'Oreal. Die vind ik iets minder. Maar laat vooral weten wat jouw favoriete zelfbruine spray is. Of dat je zegt, ik gebruik dat helemaal niet. Dat kan natuurlijk ook. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. In ieder geval weer ontzettend bedankt voor het kijken. En ik zie jullie snel. Doeg! Hier zitten allemaal creamy producten in. Een creamy highlight.